In hoeverre verwachten jullie dat deze actie nog wat op gaat leveren? Direct opleveren is heel moeilijk te zeggen met zoiets. We verwachten wel heel veel belangstelling en een positief geluid. En het opnieuw onder de aandacht brengen van de problematiek waar wij mee te dealen hebben. Is er moeite die jullie er nu nog in stoppen in verhouding met wat jullie ophalen? Dat is niet te meten. Een van de belangrijkste dingen is dat je het goed gevoel over moet hebben. Hetgene waar je mee bezig bent. En nou, als je de sfeer hier proeft, is het gewoon perfect. Dat is dik in orde. Mensen achter je scharen proberen ook het breed gedragen te hebben. Ook de meer mensen uit de sector en ook buiten de sector om ook achter je blijven staan. En nou, gezien de klaksonnetjes en de duimen die je overal ziet. Niet alleen hier, maar ook langs de snelweg. Boven de snelweg waar we gestaan hebben. Dat is gewoon enorm. Dus mensen even wakker schudden van hallo. We zijn het nog niet vergeten en we vergeten jullie ook niet. We zijn er op meerdere locaties acties. Is dat een teken van versplintering of hoe zit dat? Ik zou het teken van eenheid noemen. Want versplintering is eigenlijk, dan zou het minder nut hebben. En op deze manier heeft het gewoon overal nut. We verdelen ons in diverse groepen. Verdelen zich over diverse bruggen en over kruispunten, rotondes zoals hier. En nou ja, al met al proberen we gewoon het zo breed mogelijk en met zo min mogelijk overlast. Maar wel duidelijk maken dat de boeren er nog steeds zijn en dat de problematiek er ook nog steeds is. Kan wel een beetje ondergesneeuwd lijken, het kan wel wat rustiger zijn nu. Maar bij ons in onze hoofden en op onze bedrijven is het niet rustig, absoluut niet. En we zijn nog op geen enkele manier gerustgesteld over de beslissingen die er genomen zijn en de informatie die naar buiten komt. Dat tot een oplossing zal leiden die ons zal zinnen. Dus wat dat betreft is dit slechts nog maar, naar mijn idee, nog maar het begin. Waarom is eigenlijk voor deze locatie gekozen? Technisch gezien zitten we hier tussen twee groepen in. We hebben bij Holten een groep zitten en bij Zelm zit een groep. En hier val je elk een beetje tussenin. Er zijn wel mensen die graag wat willen doen. Maar het moeilijk vinden of het lastig vinden, ook qua planning, qua tijd om verder te rijden. Dus dan heb je elke locatie ertussenin. Zodat je eigenlijk zo breed mogelijk, zoveel mogelijk mensen moet gewoon mee kunnen doen. Ook al is het groot, ook al is het klein, ook al doe je een bord. Ook al heb je een goed gesprek met iemand die een vraag heeft over wat voor problematiek dan ook. Dan help je al mee. En ieder zetje, iedere zaagsnede zeg ik, helpt jou om deze boom te vellen. Merken jullie nou dat de afname is onder de boeren qua protesten die geen protest meer willen? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg al, het wordt heel veel in appgroepen gewerkt en heel veel telegramgroepen. En wat je eigenlijk ziet is op het moment dat er een actie aan staat te komen, of ook al is het een heel impulsieve actie, dus op mijn ogenblik heb je een hele koppel mensen bij elkaar. Merken jullie dat jullie nog steun hebben van de bevolking? Nou, wat ik zei, boven de snelweg gestaan en nou, je krijgt gewoon een lamme arm van het zwaaien. Dus de klaksons en de dikke duimen. Die zijn zo vreselijk aanwezig. De mensen die even, we worden gewoon weer wakker geschud. En nou ja, zeg nou eerlijk, we lopen tegen het eind van de middag aan. Iedereen gaat nu weer een hapje eten. En dit eten komt wel van de boer af. Niet alleen van de boer, maar ook van de hele sector er rondomheen. En het is zoveel breder als alleen die boerderij, als alleen die melk of dat vlees wat we leveren. Maar het is zoveel meer, zoveel groter. En ik denk wel dat de mensen zich dat moeten blijven realiseren, dat het voedsel van levensbelang is. En waar je elke dag zo heel gemakkelijk van gebruik van maakt, wat aanschuift en wat pakt, wat neemt, naar de winkel gaat en daar wat koopt of wat aangeboden krijgt. Het komt allemaal uit de agrarische sector. Wat vinden jullie ervan dat de grootte van de actie woensdag is afgeblazen? In eerste instantie was het jammer. Als je goed de stukken leest, dan zie je dat het nut heeft. Dat het beter is om een actie gefundeerd te doen. Als een minder goede actie die eigenlijk de grondslag een beetje mist. Want we wachten gewoon op de goede vertaling van de data van het RIVM. Daar wordt nu aan gerekend. En als die data naar buiten komt en het zint ons dan niet, dan ben ik bang dat we gewoon weer in Den Haag staan. Wat verwachten jullie nog van het gesprek met de minister? Met gesprek met de minister? Goede vraag. Heel eerlijk gezegd, niet heel veel. Want het blijft altijd lastig. Minister blijft een strohalm, een uitvoer, een stroopopje, een uitvoerend iets.
Constructief denk ik dat wij in andere lagen moeten werken. Minister is uiteindelijk wel uitvoerende en ook hoofdverantwoordelijk. Maar het probleem zit er, naar mijn idee, zit in diepere lagen verstopt van de ambtenarij. En de rekenregels die er gehanteerd worden en de beslissingen die eigenlijk onzichtbaar genomen zijn. De wendingen die in de maatschappij genomen worden. En dat is niet alleen voor de boerensector, waar wij voor staan, nu. Maar dat is ook voor de hele maatschappij, want er zijn wendingen aan de gang die gewoon niet meer sociaal verantwoord zijn, die niet verklaarbaar zijn. Dus er zijn krachten in het spel waar wij tegen optreden. En ik denk ook dat dat de kracht is van ons, dat het zo breed gedragen wordt, dat er heel veel mensen zijn die zeggen van ja, moet eens luisteren. Dat zijn de eerste mensen die op durven te staan, die tegen een systeem durven te knokken en die zich daarom gehoord voelen. Hoe lang blijven jullie nog strijden? Zolang als het moet. Absoluut, zolang als het moet. Daar zeg ik zonder glimlach en zonder met mijn ogen te knipperen. Zolang als het moet gaan we strijden. Ik wens jullie heel veel succes met de strijd. Dankjewel. 74 jaar bevrijding. En wie heeft ervoor gezorgd dat we een dakboom de kop hebben? De bouwers. En heel veel showers waren erbij. Jongens, het zal wel. Ik persoonlijk denk dat het één groot stikstofluchtballon wat die ook nog een keer gaat doorprikken. Maar ik heb zo'n raar idee, daar klopt geen donder van. En ik heb de man meegebracht hier uit Ruurlo. Aanstaande zondag binnen de tapperij zijn eerste concert met de nieuwe Spitfires. Of niet dan? Met de boeren. Wie wonen die boeren? Wat doet de Spitfires bij je boerenprotest? Ja, we kwamen gisteren aan. Ik ging naar de repetitie bij mijn nieuwe Spitfire Band. Dat is in West-Friesland, Noord-Holland. Is bij Schagen ergens in de buurt. En dan reden we hier ons vast op de rotonde bij de boeren. Ik zeg tegen Willy, of Willy zei tegen mij eigenlijk van, dan moeten we even kijken naar. Nou, we hebben eens kijken en dan zei Willy in één keer van, Henk, kun je morgen zingen? Ik denk, hold de kop wel. Zo geeft dat. Maar ja, het bloed krubben wordt niet gewoon kan natuurlijk. Fantastisch natuurlijk. En vooral in mijn eigen streekje. En natuurlijk voor de boeren. En hij zei, ja nou, dat wil ik dan wel doen. Maar we zien hem een beetje gluten neerzetten. De hele avond aan bellen geweest onderweg gisteren. En toen hebben hun gezegd, ja maar dan gaan we wel een beetje groter uitpakken als Henk Kump. En nou, toen hebben ze dit opgezet hier langs de zijkant. Parkeerplaats. En een uur of 12 of 1 vannacht, wil je of niet, was het rond. Ja, ja. Hoe is het bevallen? Fantastisch. Ja, een beetje koud. Voor eerst de jas nog aanhollen, maar ja, dat is ook al zo waar of niet. En liggen onderwijs erop knappen. Net als, ik vond het net zo mooi als afgelopen zaterdag in het Gelderdoom. In ieder geval mooi dat je de boeren op deze middag ondersteunen wil. Ja, natuurlijk ondersteun ik de boeren. Ik woon er midden tussen. Ik heb van de boeren geleefd mijn hele leven. Wie spelen alleen op boerenfeesten toch? Of niet zo? Dankjewel. Oké, merci.